gaan bloed doneren. Althans, we gaan erover discussiëren. De vraag is of seksueel actieve mannen die met andere mannen vrijen, of die wel of niet geschikt zijn om bloed af te geven. Dat doen we met Henk Krol. Hij is al sinds jaar en dag hoofdredacteur van de Gaykrant. En met Hans Zaaier, die voor de bloedbank St. Quinn werkt. Meneer, we beginnen maar bij u. Waarom mogen seksueel actieve homo's niet bloed geven? Daar zit het volgende redenering achter. Elke bloeddonatie in Nederland wordt op de aanwezigheid van infecties onderzocht. Met testjes, maar die testjes zijn niet perfect. Stel dat ik vandaag doneer, maar ik heb gisteren HIV opgelopen. Dan ziet die test dat niet. Dus mijn bloed slipt er dan doorheen. En degene die mijn bloed dan zou krijgen, die is die pineut. Want die heeft dan HIV onder de leden, zonder dat hij het misschien zelfs weet. Nou, St. Quinn streeft ernaar om voor ons allen zo veilig mogelijk bloed te maken. Dus als je het niet kan testen, die hele vroege fase van een infectie, dan moet je dat anders aanpakken. En dat doen we dan door te kijken welke landgenoten hebben nou een hogere kans om rond te wandelen met zo'n krakend verse infectie dan anderen. Nou, want dan zou je die kunnen vragen om af te zien van doneren. Nou ja, dan is helaas, vooral in Nederland, die rekensom heel erg makkelijk. Op zich heel alarmerend, ander onderwerp wat aandacht verdient. Want op afstand blijkt dan dat HIV vooral voorkomt bij mannen die seks hebben met mannen in ons land. En is het, weet u, een factor? Ja, dat kan ik uit mijn hoofd, want daar denk ik al jaren over na natuurlijk. In absolute zin wordt er elk jaar in Nederland ongeveer 3 keer zoveel nieuwe HIV's gevonden bij homomannen als bij hetero's. Nou, dan kan je zeggen, ach, 3 keer zoveel, waar hebben we het over? Maar, of je het mee eens bent of niet, homomannen zijn relatief zeldzaam. Hè? De helft van ons is vrouw, dus dan kan je door half delen. En dan schatten we grofweg dat 1 op de 20 van de mannen homoman is. Dus we hebben 3 keer zoveel HIV bij homomannen als bij hetero's. Maar dat zit in 1/40 deel van de bevolking. Kortom. Dus heel simpel, grofweg gerekend, ongeveer 120 keer zoveel HIV. Dus door 1/40 deel van de bevolking te vragen af te zien van bloed te geven, denken we dat we dus die kans op hele vroege, ondetecteerbare HIV flink verkleinen. Ja. Dat zit erachter. Ja, ik ben natuurlijk heel erg eens dat we er alles aan moeten doen om het bloed zo veilig mogelijk te krijgen. Maar dat bloed heeft geen last van het feit of iemand homo of hetero is. Dat bloed heeft er last van wanneer iemand onveilig vrijt. Dus je vraag zou niet moeten zijn, is iemand homoseksueel? Nee, je vraag zou moeten zijn, heeft u onveilige seks? En als daar eerlijk op geantwoord wordt, nou, dan is de kans dat je besmet bloed in je bloedbank krijgt nog eens een keer veel kleiner. Klopt, ja. Alleen dat is in de praktijk niet te doen. Als wij met elke donor in gesprek moeten gaan wat zijn persoonlijk gedrag thuis is, hè, veilig of niet, dan hebben we ongeveer per donor een donorarts nodig. En juist bij HIV luistert dat zo nauw. Mm. Want wat is veilige seks? Moeten mijn donorartsen dan gaan vragen, hè, bijvoorbeeld stel dat het allemaal doorgaat, het wel doneren, mannen die seks hebben met mannen, zo noemen we dat overigens. Wij noemen het gewoon homo's, hoor. Dat is makkelijker. Ja, nee, maar het grappige is, als je aan donors vraagt van bent u homo, dan zeggen er een heleboel nee, mannen. Maar als je vraagt van aan een man, heeft u seks met mannen, dan zeggen er veel meer zeggen dan ja. Dus dat blijkt. Dus, het zou een soort volkstelprimeur zijn. Juist, ja. En wij proberen, kijk, nog een misverstand. St. Quinn wil helemaal niet mensen verdrietig maken. Wij hebben niet het doel in het leven om mensen verdrietig te maken. Wij doen dat tegen heug en meug. Ja, maar u discrimineert wel. Wij discrimineren, ja. Nou, daar zou ik niet zo trots op zijn als ik u was. Nee. Wij discrimineren ook op leeftijd. Boven de 70 mag je geen bloed geven. Mm-hmm. En ook nog op geslacht. Want vrouwen mogen wat minder vaak geven dan mannen. Anders krijgt het moeder. Dus ja, epidemiologie is helaas discriminatie. Wie loopt wanneer waar een infectie op? Maar ja, ik begrijp eerlijk gezegd niet wat uw probleem is. Want u ziet zelf natuurlijk ook wel dat dit een eenvoudig rekensommetje is. Het rekensommetje ben ik het wel mee eens, maar het is helemaal niet nodig. Want je zet toch een groep te kijk. Een groep die toch al last heeft van het feit dat men voortdurend in een hoek gezet wordt. Je kan niet in elke gemeente bij elke ambtenaar terecht als je wilt trouwen. Mm-hmm. Je bent niet welkom bij de bloedbank.
Dat vinden mensen heel vervelend. Er zijn andere landen die inmiddels overgestapt zijn en die gezegd hebben, we gaan het bloed van homo's gewoon goed controleren. En we vragen aan mensen of ze veilige of onveilige seks hebben. Ja. Italië, Spanje zijn daar voorbeelden maar van. En daar heeft de homobeweging een onderzoekje gedaan. Juist gelogen wordt. Jawel, maar weet je waar het meest gelogen wordt? En dat is nou net het grootste risico. Er is een hele grote groep die voor de buitenwereld heteroseksueel leeft. Mm-hmm. Die getrouwd is, kinderen heeft. En die toch in de omgeving een aantal mannen heeft die zeggen, volgens mij ben jij homoseksueel. En wat is dan het beste wat je kan doen als je naar je vrienden wilt bewijzen dat jij echt hetero bent? Ga je bloed geven. Dan heb je bewezen dat je het niet bent. Die gevaren krijgt u bij u binnen door die onzorgvuldige methode die u nu heeft. Ja, mannen moeten gewoon geen bloed meer geven dan. Ik wil er graag twee dingen op zeggen. Ja. Wij zien precies dat fenomeen wat u beschrijft. Twee jaar geleden is er een heel vertrouwelijk, delicaat onderzoek geweest naar de donoren die plots HIV ontdekken te hebben. Dat zijn de donoren waar we heel bang voor zijn. Want degene die de vorige bloeddonatie heeft ontvangen van zo'n donor, ja, die kan dus de pinoot zijn. Hè? Dat kan zo'n te doorgeslipt zijn. Wat bleek, om te beginnen was het al opvallend dat 3/4 van de HIV opgelopen door een man was. Terwijl dat 50-50 is, dus dat is al een gekke verdeling. En onder volstrekte garantie van anonimiteit hebben de helft van die mensen alsnog verklaard dat ze inderdaad onveilige homoseksuele contact hadden. Dus van de helft van die HIV's die ineens optreden, dat bleken dus mannen die seks te hebben gehad met mannen en dat verzwegen hebben. Dus zo zie je al hoe gevaarlijk het is als je erover jokt. Ja. Maar ik vind, als er op één punt iets speelt, ja, ze jokken en dan gaat het toch wel mis. Maar dat is geen reden om dan gewoon voor iedereen de deur open te zetten. Dat slaat nergens op. Dat is ook het laatste wat ik zou willen beweren. Okay. Maar je moet de deur openzetten voor mensen waarvan je erop aan kunt. Kijk, homoseks op zich is geen gevaarlijke seks. Mee eens. Er is een bepaalde vorm van seks die gevaarlijk is. Daar moet je dus het onderscheid op maken. En er zijn heel veel homoseksuelen die hebben nooit van zijn leven gevaarlijke seks. Als we toch hier een vaste gast aan tafel, Antoine Boudard, als die bloed zou willen geven. Nou, ik denk dat u heel gezond bloed zult krijgen. En toch mag die volgens uw regels op dit moment bij u geen bloed geven. Klopt, ja. Even gezonder. Fred Schroefnagel, bloed gedoneerd? Vroeger wel, ja. Waarom nu niet meer? Nou, omdat het was, volgens mij was het ten tijde van minister Borst, als ik me goed herinner. Dat toen werd op een gegeven moment gezegd, nee, praktiserend homoseksuelen, die mogen geen bloed meer geven. En jij praktiseerde niet? En ik, ik mocht daardoor geen bloed meer geven. Ik snap wel. En voelde je toen gediscrimineerd? Nou, nog steeds vind ik dat moeilijk, want ik voelde me namelijk aan de ene kant wel gediscrimineerd, omdat ik dacht, wat krijgen we nou? Altijd was mijn bloed goed genoeg. En nu opeens niet meer. Wat is dit voor een kul? En daar heeft Henk Krol natuurlijk volstrekt gelijk in. Het gaat er namelijk niet om of je homo bent en of je seks hebt met mannen, maar of je onveilige seks hebt. En dat is niet anders bij homo's of hetero's. Ja, want hetero's hebben ook wel eens. Ik vraag begrip van de positie waarin wij zitten. Nee, maar dit begrijp ik ook. Maar we hebben elke dag tussen de 2.000 en 3.000 donaties. En daarvan is de helft man. Dan moeten wij dus 1.500 gesprekken per dag voeren. Dat condoom wat u met uw partner gebruikt, is dat wel van de goede dikte? Dat moet dus tussen mannen, moet dat niet een gewoon een Durex uit Albert Heijn zijn, maar extra dik. Maar wat ik wel is niet aan te beginnen. Wat ik wel begrijp, dat is eigenlijk een ander argument. Nee, maar ik wil als er nou meer dan genoeg donoren zijn, dan vind ik het standpunt van meneer niet zo heel erg raar om te zeggen. We hebben genoeg donoren. Ja, maar je vroeg aan mij, we voelen je toe gediscrimineerd. Ja, ik ben daar dubbel in. Ja. Aan de ene kant het gaat er dus niet om. Aan de andere kant snap ik wel wat u zegt. Ik heb genoeg donoren, ik kan het me permitteren om streng te zijn bij de deur. Ja, natuurlijk, zodra we in de problemen komen met dat we veel te weinig landgenoten hebben die willen doneren. Dan zijn we weer goed genoeg. Ik ga helemaal mee in uw verhaal van ja, als wij ons kunnen permitteren de risico's uit te sluiten, moeten we dat doen. Hoe vervelend het ook is, al voor mensen die zich wel gediscrimineerd voelen. Maar we mogen niet de tering naar de nering zetten. Nee, ik vind, dan moet je niet zeggen, zoals vroeger in de oorlog, vrouwen mochten nooit werken, maar toen die kerels aan het front gingen, mochten wij ook in één keer gaan werken. Nou, dat is eigenlijk wat u zegt, dat vind ik belachelijk. Dan moet u ook principieel blijven, dat risico. Nee, maar goed, dat is heel makkelijk, want in die situatie zitten we nu niet, dus misschien maak ik een faux pas. Want je bent medewetgever tenslotte. Uh-huh. Er is sprake van discriminatie, dat geeft meneer Saier eerlijk toe. Wat vind jij? Er is een motie aangenomen in de Kamer van D66. De motie is ingediend door GroenLinks. Die zegt, je moet kijken naar gedrag
naar wat iemand doet in plaats van naar wie iemand is. Dit is ook een goed voorbeeld, vind ik, van groepsdenken. Is op basis van statistieken de hele groep behandelen op één manier, terwijl er grote verschillen zijn binnen de groep. Je kan ook rekensommetjes maken van Marokkaanse en Antilliaans-Nederlandse jongeren die oververtegenwoordigd zijn in criminaliteit. Dan zou je ook kunnen zeggen dat rechtvaardigt. Daarom mogen ze niet de Paradiso in, bij wijze van spreken. En dat wordt ook gezegd. En het klopt dat het meer van u gaat vragen. Maar dat is de prijs die we betalen van gelijke behandeling. Dat u, nou, die kan ik u vertellen. Dat is meer HIV. Want ik ben heel erg verdrietig over dat de motieindieners hun huiswerk niet hebben gemaakt. En ik wil even met u langs door die motie gaan die aangenomen is. Mm-hmm. Daar staat constaterend dat in landen als Zweden, Spanje, Italië en Portugal homoseksuele mannen wel bloed mogen doneren. En dat dit niet heeft geleid tot een verhoogd risico. Nou, er zitten twee fouten in. In Zweden is dat niet doorgevoerd. In Portugal ook niet, maar dat geeft niet. In Italië doet het er niet toe, want daar zit HIV vooral, en nou komt het, bij hetero's. Dus, om de spanning even wat te breken, in Italië zou je dus hetero-donoren moeten discrimineren. Maar nou komt het in Italië. In Spanje, ik heb net 3 maanden geleden met de directeur van de Spaanse bloedtransfusiedienst gepraat, dokter Emma Castro. Het aantal HIV-positieve donaties neemt daar significant toe. En 3/4 daarvan is op konto van die kleine minderheid homomannen die daar nu mogen doneren. En het Spaanse Rode Kruis heeft dus met spoed aan de regering gevraagd de maatregel terug te draaien. Ja, dat gaat dat. Ik hoorde u dus het is dus niet geconstateerd. Dus maar dat het is een toeval, want de eerste jaren nadat die wet veranderd werd, nam het aantal bloedbesmettingen juist af. En nu is het significant verhoogd op 3/4 van konto van jaar. De MSM. Op één jaar. En daar zitten 5 jaar voor dat het juist significant afnam. Maar dus ik zou me niet op die cijfers baseren. Het heeft te maken met proportionaliteit. Ik bedoel, het is weliswaar een chronische ziekte en geen dodelijke ziekte meer. Maar als je dat nou kunt voorkomen, dan moet je dat doen. En dus moet je heel nadrukkelijk vragen of iemand onveilige seks heeft. Maar u weet dat er in seks heel veel, als er nou één thema is waar vaak over gelogen wordt, dat is gewoon de praktijk, dan is het over seks. Nee, maar dan ben je in ieder geval. Nee, precies, dat is bij hetero's precies zo. Ja, maar en je zorgt in ieder geval voor dat die groep die nu pochend naar de bloedbank toe gaat, dat die gewoon thuis maar kan blijven. Maar wie pocht er nou dat hij naar de bloedbank toe gaat? Nee. Nou, diegene waar u dan waarschijnlijk straks het besmette bloed van krijgt. En dat gun ik u niet, dat gun ik niemand niet. Dus wat dat betreft streven we allebei naar hetzelfde. Ja. We willen zo weinig mogelijk besmet bloed. En ik denk dat een andere methode een betere garantie is dan uw methode. Die is dan in de praktijk, helaas. Kijk, begrijp me ook goed. Het bloed is heel erg veilig, hoor. Het gaat over een kleine verergering van het risico, hoor. En het is ook iets wat we met elkaar moeten besluiten, vind ik. Want discriminatie is ook niet goed. En een hele kleine verergering van de kans op HIV. Ja. Dus dat kan je ook afwegen. Hè. Hoe groot is het leed wat je aanricht door te discrimineren? En hoe erg is het als we... We schatten nu dat we nu door Sanquin 1 keer per 10 jaar iemand met HIV besmetten via bloed. En ik schat dat dat ongeveer 5 à 10 keer zo erg zal worden als we de koers omgooien. Ja, hoe erg is dat? Mag ik nog eens een andere vraag zeggen? U vertelde net van al het bloed wordt natuurlijk getest. Ja, op van uiteraard. Alles. Ja. Dus ook op HIV, op bacteriën, op van alles. En dan de incubatietijd. Hè, dus hoe lang duurt het voordat je kan aantonen dat bloed besmet is? Nou was het volgens mij in de tijd dat deze regel werd ingesteld, was dat maanden. Dat is gelukkig niet meer zo. We hebben nu de modernste technieken toegepast. Ja? Ja. Die kunnen niet verder verbeterd worden. Dus die staat nu al jaren stabiel op gemiddeld 10 dagen. Ja, 10 dagen. 10 dagen. Ja, klopt. Ja. Dus na 10 dagen weet je of je onbesmet bent. Dan begint de eerste test, die begint het te zien. En die zegt piep, en dan wordt het dus donatie uiteraard. Je kan al het bloed 10 dagen bewaren. Nee. Oh, nu begrijp ik uw opmerking. Nee, helaas. Het gaat om levende rode bloedcellen. Dat zit er toch niet in? Dat kan je niet zo lang bewaren. Dat is al uitgegeven en de patiënt in. Nee, je kan dus niet. Want dan zou je ook de donor terug moeten laten komen. Hè? Mag ik nog even vragen of ik een hertest? Maar dan is het bloed al bedorven. Er is dus een motie die vraagt aan meneer om niet te discrimineren. Is die aangenomen door de Tweede Kamer? Ja. Zegt de minister? Doet hij dat? Ja, de minister zegt, want ik weet niet of jullie dat nog herinneren bij het vraaguurtje, zei premier Rutte dat dit eigenlijk al geregeld was. Dat bleek zei al niet, voordat de motie was aangenomen dat het niet meer... Ja. Maar op zich, ik ben ook wel vatbaar voor de argumenten. Pas op, het kan een verhoogd risico op HIV opleveren. Maar dan vind ik dat u ook weer vatbaar moet zijn van argumenten. Dan vragen wij Sanquin ook om
bij de selectie strenger te zijn en uitvoeriger vragen te stellen en te kijken van hoe kan je ondervangen dat die risico's verhoogd worden. Ja. Nu is het een soort van padstelling van wij willen het per se een Kamermeerderheid is voor en u zegt dan krijgen we meteen meer HIF. We kunnen ook nadenken over hoe we dat Wij doen voorkomen. Natuurlijk niet anders bij zakken. Hè? Wij schamen ons al bijna voor de vragenlijst die wij aan onze donoren voor moeten. Je hemd wordt van je, ik weet niet of iemand van jullie doneert, maar je moet werkelijk van alles vertellen. Nou, wie doneert hier eigenlijk aan tafel? Ja. Ik doneer de. Ja, niet meer. Nu niet meer. Dus. Nee. En voor alle duidelijkheid. En het hele gekke is dat mijn organen weer wel welkom zijn. En je ziet nu onder homoseksuelen dat homoseksuelen zeggen. Als mijn bloed niet welkom is, dan kun je die organen nog aan ook niet. Ja, precies. Nou, vind ik flauw. Hoe groot is die groep nou eigenlijk? Of is dat één iemand die je dat vanavond gezegd heeft? Nee, maar ik ben het meest bang voor die groep die echt op de sportschool wil bewijzen dat hij hetero is. En die groep is groter dan je denkt. Nou, dat weten wij gewoon aan hoeveel HIF wij vinden. Ja. Ik wil nog een opmerking maken. Het is ook wat jammer dat de Kamer nu heel makkelijk scoort. He, want discriminatie is niet goed. Alle EU-landen, behalve die paar, die volgen. Die doen hetzelfde als Nederland, hoor. Dus wij zijn zeker dus niet de gekke Henkie. Dat wij als Amerika dat heeft inmiddels het tweede is, er is nu twee jaar denkt een hele wijze commissie van vrouwen en mannen Europees na over hoe we dit nou goed op moeten lossen. Hè? Die balans tussen ethiek, niet discrimineren, maar zo weinig mogelijk HIV-kans, dat is heel erg moeilijk. Mm-hmm. En daar zit een wijze commissie en die staan op het punt om het rapport uit te brengen. En dan komen zij. En Sangwin gaat natuurlijk echt niet anders eigenwijze. Hè? Daar gaan we, hè? Dus iedereen weet dat dat komt en dan even heel makkelijk vlak van tevoren. Ja, nee, is dat nou? Dat is niet waar. Dat is een dat is een langslepende discussie. En op een gegeven moment wil je ook een besluit nemen. Maar, vlak voordat de EU daar Europees breed een koers over kan zetten. Je maakt je eigen standpunt toch niet afhankelijk altijd van anderen. Op een gegeven moment moet je zelf ook kiezen. We horen de tune. Ja, weet je wat dat betekent? We gaan eruit, betekent dat. Juist. Het is afgelopen.